Ze kan zo'n moeilijk lettertype uit. Ja. Echt van die computerlettertjes. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik ben erg van de computers. Ik zeg dat iemand van dat... Ja, ja, ja. Die zijn moeilijk en wij zijn geen computers. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik. Dat waar. Nou, ik dacht eerst van, laat ik zeg wat erop moet en dan mogen jullie het zeggen. Ja, natuurlijk. Ja, want ik wil eigenlijk... Dan wordt het zelf groot. Dan wil ik, ja, maar ik denk niet dat het hier blijft. Ik heb hier 25 jaar over nagedacht. Ja, dat is wel goed eigenlijk. Ik heb er van 25 jaar geleden begon ik erover te dromen. Dat komt dat de waarheid is. Oh. Dan kunnen we niet zeggen dat je er niet goed over nagedacht. Nee, dat is niet. Is dat een beetje wat je bedoelt? Ja? Gewoon zo, niet wel als mensen zeggen van, hey, wat heb je daar aan, zijn mijn kinderen. Ga je dan niet mee denken, toch? Nee, ja, het is eerder irritant. Ja, dat zal het zijn. Hè. Ja. Nee, dan ben ik blij dat ik niet gelijk met zo'n grote adel aan begin. Ja. Ook als je 100 keer dat weer weg, dan is het nog elke keer een verzoek. Ik vind het echt mooi, vind ik het. Zo scherp en... Maar ja, wat dat weer doen we het niet. Doen, nee? We beginnen er niet aan. Dat is de... Je hebt geen uitvaartmogelijkheid. Uitzend. Nou, als je niet opgaat. Ja, perfect. Ja, het is heel venijnig eigenlijk. Ik heb ook een beetje zweethanden nu. Ja, dat is ook normaal. Ja, dat geloof ik ook wel. Heel mooi. Teken voor het leven. Ja, daar heb ik nog wel vannacht nog even gedacht van, als ik dat doe, het is voor altijd. Maar jullie zijn voor altijd mijn kinderen. Daar kan niemand wat aan doen. Nee, je kunt dat mijn zoon, hè? Ik heb nog lezen. Ik sta erop. Hè? Ja. Ik vind het wel tof. Ja, mijn vader heeft het ook. Ik vond het heel leuk. Ik heb er lang over gedacht, hè? 25 jaar. Ik ben de eerste van onze familie. Ja. Mijn vader. En accepteer het dat mee. Ik krijg het voor mijn verjaardag. Ik ben 50. Leuk. Ik mocht nooit van mijn vrouw. Maar nou zei ze, hey, ik krijg een tatoeage. Ik wil het al heel lang. En dan moet je het doen, hè? En mijn dochter ging hierheen om afspraak te maken toen ik er niet bij was. Toen moest ze hier natuurlijk een beetje lachen. Ja, mooi hoor. Wat is? Bananen. In een computerletter. Ja, wel heel mooi. Ik zag het net staan. Ik vind het ook heel leuk. Ja. Ik vind het super tof. Het is net zo typ. Ja, dat is de bedoeling. Type letter. Ja, de lettertje vind ik ook heel erg mooi. Heel strak. En ja. Ik maak ook een foto van. Veel leuk. Doe ik bij mijn letters. Vind ik leuk. Ja, absoluut. Wel verschillende leuk, lettertjes. Hoor, ja. Ik ben ook bijna een beetje emotioneel. Nou, dat mag best. Het heeft ook een bepaalde waarde. Ja, nee, zo. Dus ik kan mij ook. Maar die kinderen zijn allebei in 1 jaar uit huis gegaan. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik er nog gekker op was. Dus dat ook. En dat kan je vaker nog tegen hun zeggen. Daar staat er één. Oh, jij? Nee, dat is toch leuk? Oh, heel stil. Ja. Ik heb nou heel erg zo. Sorry. Ja. Moet hè? Ja.
zin.